En ze gaan erop af. Een fontein op zee. Het was een warme, drukkende middag. Kwikwet en ik zaten even uit te buffen van het harde werken. Zodra we op de gang stonden, was iedereen zo opgelucht. We gaven elkaar zelfs een high five. Goed werk, Kruimel, riep Redden uit. Oh mijn god, ik wist zo zeker dat Dirk toen eens onze ouders ging bellen, spetterde ik. Ik deed het bijna in mijn broek. En de winnaar is dus Simon. Ja! Simon, uit groep 8 van basisschool De Bongert, was maandagochtend de winnaar van de eerste lokale voorronde van de nationale voorleswedstrijd. Dat de jury Simon tot winnaar kroonde, kwam voor hem als een grote verrassing. Ja, de lat stond wel hoog al, ja. En het zal sowieso al moeilijk zijn om te winnen. Maar het lukte. En daar zitten we nu. Ja, precies. Je zit je nu in de stoel met je beker, met al je prijzen. Want waarom heb je dit boek uitgekozen om voor te lezen? Ik vond het vooral gewoon een heel grappig boek en ik wou dat dit publiek dat ook soort van kon meemaken, ja. De avontuur van Max gaat me super hard op sokken. Het ging er zeg maar over dat hij in zijn kluisje zat en hij zat dat te schrijven over wat ik heb gelezen. Over de Pascal Brute Builder. Ja, en hoe vond je het gaan, het voorlezen? Ik vond het wel. Toen ik daar zat en ik zag iedereen zo goed lezen, toen dacht ik bij mezelf zo van, het is zo spannend, kan ik het wel redden? En maar als je hier dan zit, dan komt het wel allemaal eigenlijk wel goed, ja. De eerste ronde is geweest. Ja, wat vond jij ervan? Ik vond het niveau ontzettend hoog. Ik vond dat ze echt allemaal heel goed hebben gedaan. Ja, ze waren ook allemaal heel... Ja, dat heb je niet altijd. Dat ze allemaal heel goed verstaanbaar zijn en rustig voorlezen. En goed, ja, dat ze je goed meenemen in het verhaal. En ja, dat hebben ze echt allemaal supergoed gedaan. Dus wat mij betreft zijn het allemaal toppers. Hoofdstuk 4. De Krokodillenrivier. De Krokodillenrivier heette de Nijl en lag in een overdekte hal. Bij de ingang van de hal woonden we steinratten, schorpioenen en slangen. Moeten we daarmee naar het kasteel? Vraag ik. Simpel, zegt Terry. Jij trekt het aan en dan rijd ik op jou. Jansen is blij met de samenwerking met Jongerencentrum De Bie. En het feit dat de wedstrijd weer fysiek kon plaatsvinden. Ja, hartstikke goed. Ja, wel fijn dat we tenminste nog met een klein gezelschap kunnen houden. We hadden liever hier nog liever hier 200 kinderen gehad zitten. Maar ja, dat kan helaas nog niet. Dus dat schuiven we dan maar weer een jaar vooruit en doen we dat volgend jaar maar. Maar in vergelijking met vorig jaar is het al een sprong voorwaarts, toch? Ja, zeker weten. Ja. Vorig jaar hebben we de rondes in Horst zelfs een ronde sowieso helemaal online gedaan. We hebben de kinderen filmpjes moeten insturen. En de rondes in Venray hebben we toen wel live kunnen doen met een livestream. Maar ook zonder publiek en ja, heel sober eigenlijk. Dus dit is al een hele vooruitgang. En nu de volgende ronde, wat verwacht je ervan? Ja, dat zijn natuurlijk ook goede lezers, hele goede lezers. Ik hoop dat ik het weer dan nog een keer kan winnen. Het zou wel vet zijn als ik de voorlezer van Limburg kon zijn. Al die slaapjes, tuinbekers en plaatjesboeken die ik tot de brugklas moest doorstaan, waren gewoon zo fout. Als ik nog één dierenkoekje moet opeten, dan zweer ik dat ik de hele dierentuin uitspuug. Sorry, maar er is een grens aan de vernedering die een jongen kan verdragen. De tweede lokale voorlesronde werd maandagmiddag gewonnen door Joris Engelen van de Petersbandenschool.